aan het einde van deze maand stopt Marianne Ome met knippen. De zaak She and Me in het Panningse Centrum verdwijnt. Ome gooit het roer helemaal om. Ik heb besloten om gezondheidsredenen om te stoppen. Helemaal te stoppen. We gaan helemaal weg. En ik ga een jaar reizen. Ik ga eigenlijk dingen doen die ik mijn hele leven al wil doen. En ik ga een jaar van noord naar oost en van oost naar west Europa. Dat is een grote wens om te doen? Ja, dat is een hele grote wens om te doen. Ik heb een camper en we gaan met de camper rondtrekken. Will en ik en onze drie hondjes. Ze verhuilt dus de kapperschaar voor de camper. Een keuze die niet over één nacht ijs gaat. Ja, dat is een hele grote stap. En ik heb er heel lang over nagedacht. En ik sta er 100% achter. En we gaan het doen. En per 1 april stop ik helemaal. En we maken het nu bekend. En we hopen dat iedereen tot 1 april nog in de zaak komt. En dat vanaf 1 april tot 1 mei, dan hebben we nog tijd om het hele pand leeg te halen. En half mei, dan vertrekken we. Hoewel haar zaak stopt, is Marianne niet bang dat ze in een zwart gat valt en nooit meer iemand de haar zal doen. Nee, maar er is altijd wel iemand die me belt van wil je me een keertje thuis knippen? Of wil je een keertje dit doen? Of wil je een keertje dat doen? Of een keertje feunen? En ik heb mijn kinderen nog en ik heb mijn partner nog. Nee, er is altijd wel iemand die toch een beetje aan haar gedaan moet hebben. Dus dat gaat nooit weg. Nee, nooit. Het is druk in de zaak, want haar vaste klanten willen nog 1 keer onder handen genomen worden. Deze weken zijn gigantisch druk. Het komen kerstmis zijn hier. Ja, dat is echt zo. Het is echt druk. Het is heel vermoeiend. Heel veel vertellen. Maar wel heel prettig. Heel positief nieuws van alle klanten. Ja. Ik ga nog liever op reis omdat ze zo positief zijn.